bezig met een van de leukste doelopdrachten van Media Masters. We maken namelijk een mini-movie over de kinderrechten. Yeah! Yes! Oké. Kijk, dit is het kinderrechtenverdrag. Tadaa! Komt u maar. Ha. Nou, hier is hij dan. Op 20 november 1989 werd het voor het eerst gepresenteerd. En inmiddels is het getekend door 196 landen. Ja, dat zijn er best veel, hè. Dat vind ik zelf ook eigenlijk. Het echte verdrag is veel dikker natuurlijk. Maar in het boekje van UNICEF staan alle 54 artikelen uit het verdrag kort en duidelijk uitgelegd. Ach, wat handig. En zonder dat je het weet, maak jij elke dag gebruik van deze kinderrechten. Echt waar, moet je maar luisteren. Bijvoorbeeld, even kijken hoor. Als je naar school gaat. Yeah. Samen iets doet met je ouders. Of als je water drinkt uit de kraan. Ah, lekker hoor. Speciaal voor jullie, de toekomstige Media Masters, zijn de volgende kinderrechten uitgekozen. Recht op informatie. Recht op privacy. Recht op onderwijs. Recht op vrije meningsuiting. Recht op spelen. Recht op gelijke behandeling. We vragen er niet misschien af. Kijk, daar loopt ze. Kijk jullie maar even in deze clip. Een mini-movie is een korte film van maximaal 2,5 minuut. Ha! Kijk, en dit is de opdrachtgenerator. Deze geeft je een opdracht en dan begint het belangrijkste. Namelijk, nadenken over een origineel verhaal. Je kan een mini-movie maken met een telefoon of een andere camera. Maar we hebben speciaal voor jou een mini-movie maker app gemaakt. Voor de tablet, ach wat handig. De mini-movie maker helpt je om een echte film te maken. Met scènes en shots. Als je je mini-movie hebt gemaakt, dan willen wij hem natuurlijk graag zien. Daarom kan je hem het beste verborgen op YouTube zetten. Zet hem trouwens niet op privé, want dan kan niemand hem bekijken. De link zet je vervolgens in het inschrijfformulier, zodat wij jullie film kunnen bekijken en jullie tot wel 150 bits kunnen verdienen. Is jullie idee nu zo origineel? Dan wordt het pas echt leuk. Want een filmcoach van Hollywood in de klas komt dan op school langs om de mini-movie met de hele klas om te zetten naar een korte film voor op ons populaire YouTube-kanaal. En wie weet komt jouw film op het witte doek in een van de beroemdste bioscopen van Nederland. Via ons filmpje die we gemaakt hebben met de klas voor Media Masters zijn we nu in de mooiste bioscoop van heel Nederland. Hoe vet is dat? Super! Dat dachten wij ook. Dus stuur ons je mini-movie. En oh ja, vergeet je trouwens niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Check voor meer informatie onze website.